Ik heb afgesproken met Willeke Laagschaar. Zij is de enthousiaste oprichter van het bedrijf Wilskracht. En zij inspireert mensen om te doen wat ze echt het allerleukste vinden. En dat heeft ze de afgelopen jaren al voor meer dan 100 ondernemers mogen doen. Willeke, hoe ben jij erbij gekomen om je eigen bedrijf te beginnen? Nou, als kind van 6 jaar wilde ik eigenlijk al mijn eigen bedrijf. Ja? Ik kom uit een ondernemersgezin en met mijn zussen speelde ik vroeger urenlang een bedrijfje. En we verzamelden allerlei foldermateriaal en rekeningen van andere bedrijven en dat gebruikten we voor ons eigen bedrijf. Ja. En het hield op als een van onze huilen naar beneden ging om tegen onze ouders te vertellen dat we failliet waren. Oh, okay. En, ja. Dan zeiden onze ouders altijd, niks aan de hand, dan begin je het gewoon weer opnieuw. En wat me ook opviel is dat tijdens verjaardag of feestjes in het weekend dat mensen zeiden, al maandag moet ik weer. En dan had ik altijd zoiets van, waarom doe je iets wat je niet leuk vindt? En dat was eigenlijk de aanleiding waarom ik begon met Wilskracht, omdat ik anders dacht dan het gros van de mensen. En wie kloppen er nou bij jou aan? Nou, de grootste doelgroep die ik bedien, dat zijn mensen die nu nog vaak een goed betaalde baan hebben in loondienst. Maar die heel graag een eigen bedrijf willen dat in lijn ligt met hun passie. En die lopen nu nog tegen heel veel dingen aan. Die zitten vaak in een hele goede situatie. En ja, die goede situatie opgeven, dat doe je niet zomaar. Zij hebben vragen zoals, kan ik dit wel? Ben ik wel goed genoeg? Wie zit er nou op mij te wachten? Ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Ben ik dan wel geschikt voor het ondernemerschap? Heb ik wel genoeg kennis of moet ik dan nog een opleiding doen? Een heleboel beren op de weg dus. Een andere doelgroep die ik bedien, dat zijn de mensen die nu al langer een bedrijf hebben, maar die ergens onderweg zijn vastgelopen en die toe zijn aan nieuwe groeistappen. En Willeke, wat maakt jou nou een goede coach? Nou, ten eerste ben ik ontzettend betrokken bij mijn klanten. Ik werk zowel 1-op-1 als in groepsverband, maar altijd in klein groepsverband. En ik herken natuurlijk de worsteling die mijn klanten meemaken van een goede baan in loondienst tot aan de stap als zelfstandig ondernemer. Dus ik weet heel goed wat zij daarin meemaken en ik kan hen daarin ook heel goed helpen. Nu vinden heel veel mensen het toch lastig om echt voor zichzelf te kiezen, hè? Voor wat hun echt gelukkig maakt. Maar waarom moeten ze dat wel echt doen volgens jou? Nou, voor jezelf kiezen is het mooiste cadeau wat je zelf kunt geven. Ik heb dat zelf ook heel vaak gedaan. Ik luister heel erg naar mijn gevoel en ik ben geen opgever. En kiezen voor jezelf, ja, dat gevoel, dat gun ik iedereen. Mijn tip is, ga onderzoeken waar je echt blij van wordt en ga dat pad bewandelen. Ondanks dat het misschien niet het makkelijkste pad is, maar ga daarvoor. Maak je dromen waar. En als je zelf de kennis en het lef nog niet hebt, ga kijken wie jou daarbij kan helpen. Investeer in jezelf.